Ik weet het eigenlijk niet hoor, maar volgens mij is dit geen fles. Ik bedoel, ja, het is Charizard, maar misschien. Weet ik misschien weer een leuk. Oh, hoi, Goedemiddag allemaal en welkom bij deze unboxing video van de Flareon GX Promo Box. Tenminste, de Charizard Premium Collection. Tenminste, dat zie ik hier staan. Ik ben er weer, trainer Stevie. Ik heb een nieuwe video mede mogelijk gemaakt door René Kortz. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. René die had mij deze meegegeven op Comic-Con om te unboxen. Dus het lijkt me heel erg leuk om deze te gaan unboxen. Dus ik heb de camera heel eventjes snel swappen. En ik denk dat ik jullie dan in een seconde zie dat de camera geswapt is. Wat doet hij dat snel? In ieder geval, dit is dus de premium collectie van Charizard GX, zoals ik al had gezegd. En Flareon GX. Ja, het is heel erg mooi om zo in de doos te kijken natuurlijk, maar zal het niet mooier zijn om hem gewoon open te maken. Dus ik zou zeggen, laten we dat heel eventjes snel doen. Fast forward muziek, als nodig is. Zo! Ik gooi hier net zo goed de rotzooi weg, joh. Dus, maar ja, het is bij mij thuis. En ja, het probleem is, ik gooi het net zo goed hier op de grond. Dus René, ik doe het niet alleen bij jou in de winkel. Oeps! Goed, in ieder geval, laten we eens heel eventjes gaan beginnen met de mooie promo-kaarten natuurlijk die je hebt. Die beginnen natuurlijk met een Holo Charmander. Natuurlijk de sad one die we al eerder hebben gezien. Ik moet zeggen, ik vind deze heel erg mooi. Ik bedoel, nou ja, hij is heel erg sad en zijn neus is een beetje te lang, maar ik bedoel, tot hij zo holo neer wordt gezet, dat is op zich eigenlijk best wel heel erg mooi. Gevolgd natuurlijk door de Holo Charmeleon. Dus ja, ik bedoel, die staat er echt zo klaar om aan te vallen. Ik bedoel, ik vind Art nog steeds heel erg mooi, maar dan komt hij natuurlijk de big boy. Full Art Charizard. Ik denk zelfs dat dit de promo versie is. Tenminste, dat kan ik op de camera niet heel erg goed zien. Ik ga heel even stiekem meekijken, maar volgens mij is dit promo. Ja, yep, definitely promo staat hieronder. Fout ik. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind de art vind ik heel erg mooi. Maar Charizard vind ik altijd een beetje overhyped. Ik vind het jammer dat we hem niet hebben gevonden bij de unboxing. En dat we dus nou een hele mooie promo hebben. Ik zou heel even trouwens de grote variant hebben. Want ik zal deze heel mooi eventjes hier neerzetten. Maar je hebt natuurlijk ook de Jumbo card. Dat is dan deze. En ik moet zeggen, ik vind de art vind ik best wel mooi. Natuurlijk, Charizard is altijd overhyped. En ik weet niet waarom. Ik bedoel, waarom krijgt Blastoise en Venusaur niet dezelfde liefde? Maar ik moet zeggen, zijn aanvallen zijn nog steeds altijd even waardeloos. Ik bedoel, 3 vuur energie te moeten discarden om 300 damage te kunnen doen. Ja, je hebt manieren om energie terug te halen, maar battle competitive is hij dus weer niet. Maar het gaat om art. Art is natuurlijk altijd heel erg geweldig. Maar goed, met dat eventjes gezegd hebben, is mijn mening. Jullie kunnen het natuurlijk heel erg awesome vinden. Ben ik gewoon heel erg eerlijk in. Ik zal Charizard heel even hier mooi in het midden neerleggen. Want je krijgt natuurlijk ook nog meer. Je krijgt deze awesome Charizard pin. Ik bedoel, serieus, deze is zeker awesome. Ik bedoel, als je een grote fan bent en altijd Charmander hebt gekozen als beginner, dan is dit jouw pin gewoon. Dan is dit jouw doos gewoon, nog beter. En natuurlijk ook een hele mooie Charizard coin. Die zitten er zeker bij. Dus deze die gaan heel eventjes mooi boven in de hoek. Die gaan we daar neerleggen. En natuurlijk zitten er ook weer de boosterpakjes bij. We hebben Sun and Moon, Burning Shadows. We hebben Sun and Moon, Guardians Rising. Volgens mij één pakje Sun and Moon gewoon. En een Steam Siege. Ik weet niet waarom de Steam Siege er heel bij zou zitten. Dit zou gewoon een Sun and Moon moeten zijn. Laten we eerlijk weten. Ik bedoel, we hebben dus 2 Burning Shadows. We hebben 2 Guardians Rising. We hebben een Steam Siege en we hebben een Sun and Moon. Nou, dan weet je wat. Dan gaan we de Sun and Moon die pakken als laatste. Dan pakken we hier Guardians Rising. Dan doen we Burning Shadows. Dan doen we Guardians Rising. Ja, we pakken hem gewoon zo. We gaan gewoon zo de unboxing doen. Kijken of we goede pakjes krijgen. Een beetje in beeld houden. Goed gedaan, Stevie. Oh, echt soms, hè. Soms word ik moe van mezelf met mijn oude klets uit de doos halen. Dus waarschijnlijk zijn de pakjes zijn er omgedraaid. Ik weet niet, soms wordt het omgedraaid. Ik weet opnieuw hoe dat zit. Maar goed, in ieder geval, we hebben Sun and Moon. Ik gooi de pakjes weer lekker op de, of ja, de verpakking die gooi ik weer lekker op de grond. Waarom ook niet? Dankjewel, gezicht van René. Oeps. Ja, dit keer helaas geen code weer, giveaway, maar dat maakt niet zo uit. Dus kunnen niet altijd feest hebben. Goed, in ieder geval, wij hebben een Fairy Energie. Ik ga gewoon heel eventjes mooi de kaarten zo neerleggen. We hebben een Rhydon. We hebben een Electric. We hebben een Boefaloand. We hebben Pikachu. Ik vind die art nog steeds geweldig. Deze art blijft een van mijn favorieten. We hebben een Pinsir. We hebben de Sad Charmander, die we daar ook hebben. Alleen deze is dan de gewone
komen. Alolan Rattata, Porygon, Reverse Holo Electros. En onze eerste is een Chinotic. Dat is best wel jammer eigenlijk. Dat is zeker heel erg jammer. Ik zal ze heel eventjes netjes zo dit even weghalen. Dat gaat mooi eventjes hier de stapel op. Ik doe dat dadelijk wel weer mooi goed. Dus dat komt wel goed, dat komt wel goed. We gaan gewoon naar de volgende toe. En dan hebben we dus nu... dit is volgens mij Guardians Rising? Ja, dit is Guardians Rising. Zou het heel erg mooi zijn als we hier een Sylveon eigenlijk uithalen of niet dan? Dus ik zou het heel erg leuk vinden als we hier gewoon een Full Art Sylveon uithalen. Dat is wel echt de kaart waar ik naar aan het zoeken ben, de Full Art Sylveon. Dus mocht je iemand kennen die de Full Art Sylveon heeft, laat het me weten dat ik naar op zoek ben. Nee, oké, we hebben een Darkness Energie. We hebben Clefable, Max Potion, Energy Recycler, Chansey, Petilly. Ik heb een beetje schaduw zoals ik mijn duim zou houden, mijn excuses. Flourish, Machop, Alolan Geodude. Gatoria, ik hoop dat ik het echt goed uitspreek. Oh, dat is zelfs onze Reverse Hollow al. En Holorare Politoed. Nou ja, het is een Holorare. Dus leuk. Ik zal deze trouwens wel eventjes een beetje proberen te sorteren. Ik zal deze heel eventjes... Een beetje zo te sorteren. Zo. Een beetje dit. Zo. Ik pak even mijn oude stapel er even bij. Want je hebt altijd iets van 3 stapeltjes. Dit is de bulk. En met afstandsbediening ligt er in de weg. Voel je het stoute ik. Even kijken, dit is de Reverse Holo en dat is de gewone normale Rare. Dus dan hebben we onze stapeltjes. En dit is de bulk en die gaat daar gewoon mooi bij. Goed, weer een Burning Shadows. Het zou toch eigenlijk best leuk zijn om weer eigenlijk een evolutie te vinden in een van die pakjes. Oké, hier kan hij niet in zitten, dat weten we. Maar het gaat er gewoon om tot... dankjewel René's gezichtje. Hij is heel blij. René die... Die sensor de codes tot ze dus niet gebruikt kunnen worden. Omdat die gaan natuurlijk weer terug naar de winkel deze. In ieder geval, we hebben Fire Energy. We hebben Ribambe. We hebben Solrock. We hebben een Escape Rope, but I couldn't afford to cast. Meowth. Wimpod. Togedemaru. Dupider. Cutiefly. Reversed Holo Araquanid. En... We hebben iets even Lucario Holo Rare. Twee Holo Rares, daar hoor je mij natuurlijk niet over klaar. Hè? En natuurlijk is Lucario heel erg awesome. Ik heb zelfs gehoord dat er nou een themadeck is. En voor de mensen die geïnteresseerd zijn in themadecks, natuurlijk kun je ze halen bij René Cards. Maar we hebben bij Tomofair. Ik weet niet, heb ik deze video voor Tomofair? Ik denk dat deze video wel op is voor Tomofair. Bij Tomofair hebben we een tournament waarin dat we dus. Gezellig weer. Ze doen echt... Die codes die liggen gewoon rem door elkaar heen. En daar word je gewoon niet vrolijk van. Maar in ieder geval, we hebben een themadeck tournament. Dus dat is altijd hartstikke leuk. In ieder geval, we hebben een Fairy Energy. We hebben een Aether Paradise Conservation. Ik vind het een hele mond vol in ieder geval. Whimsicott. Beware. Beware of onze eerste GX. Goomy. Wilmer. Beldum. Rockruff. Machop. Slowbro Reverse Holo, altijd hartstikke leuk. En onze eerste is... Oh, het is niet onze eerste. Het is gewoon een... Ja, gewoon een regular rare. Dus Hunchcrow, wat leuk. Nou, deze komt dan daar, deze komt dan daar. Hartstikke leuk. Deze kunnen weg. Er zit spuug op mijn camera. Te veel zitten wabbelen. En we hebben een Steam Siege! Ik snap niet waarom dat ze Steam Siege overal bijgooien. Ik bedoel, Steam Siege... Ik zelf ben altijd nog op zoek naar... ik zou niet echt voor een fairy deck eventueel te maken. Maar... Ja, 3. Dus, en ik weet niet, heel veel mensen die hebben echt zoiets van, ik vind het niet zo'n goede booster pack. Ik vind hem op zich best wel leuk. Drifblum. Oké, er zitten geen evoluties in, maar goed. Een Gardevoir Spirit Link. Een Dewott. Klink. Mantine. Shellos. Marill. Drifloon. Natuurlijk is deze ook heel erg geweldig. Ik bedoel, serieus, de Talonflame Break. Ik heb hem zelf ook. Ik gebruik hem in mijn vuurdeck. Is zeker heel erg handig. Maar het is best wel een lastige setup. Maar ik was heel even vergeten. Breaks die komen gewoon in één keer poef. In plaats van een reverse holo. En we hebben Among Us. Maar serieus, ga weg. Zo. Dus we hebben onze break. Die komt hier zeker wel eventjes mooi in beeld te liggen. Dus dat is zeker heel erg mooi. Nou. We hebben nog één pakje. De Sun and Moon. Die kan dus een Espeon of Umbreon in zitten. Alsof dat ik die nog niet genoeg heb. Maar het blijft altijd leuk als ik die weer vind. Dat is natuurlijk altijd heel erg leuk. Dus Editor, gooi de spannende muziek. Gooi er maar nu in.
Dan gaan we heel voorzichtig de pakjes even openen. En natuurlijk moet ik de andere kant hebben. Want dus altijd zoeken hoe dat hier precies werkt met de pakjes. De ene keer is het weer zo, de andere keer is het weer zo. Dan weer niet vlak van. Maar goed. Echt die code soms. Goed. Dit is weer een cinnamon. Dus we doen er weer zo netjes 4 van 8. Het zou echt helemaal geweldig zijn als we weer een evolutie zouden vinden. Goed, darkness energy. We gaan voor hem, Rio. Body Swirl. Dragonair. Golbat. Surskit. Growlithe. Crabrawler. Marini. Robin Roller. Alolan Persian Reverse Holo. Dit is een holo rare! Yay! Dragonite holo rare! Yay! Woohoo! Yuppie! Geen GX's, omdat we Charizard GX's. We mogen eigenlijk helemaal niet klagen erover, maar wij hadden toch liever een GX gehad. We hebben een break, we hebben een hele goede break. We hebben een telefoon break die eigenlijk best wel heel populair is geweest in de tijd van de H&I-series, laten we eerlijk wezen. Dus aan de ene kant best wel jammer dat we geen GX hebben, maar aan de andere kant, we hebben een leuke break, dus we mogen niet klagen eigenlijk. Maar ja, ik ga heel even camera swappen eventjes voor wat we dus hebben. Ik bedoel serieus, we hebben de Chozo GX en we hebben een break. Ik vind het wel camera swap. Het is natuurlijk altijd de vraag wat je uit die boosterpakjes zou kunnen krijgen. En ik moet heel eerlijk zeggen, uit zo'n doos heb je altijd gegarandeerd een GX te pakken gekregen. En ja, dat is altijd leuk. En het ligt er natuurlijk aan welke doos dat je hebt. En boosterpakjes, het is altijd de vraag of je daar iets goeds uit kan krijgen. Je kunt gewoon een rare krijgen, je kunt een holo rare krijgen, je kunt een GX krijgen, je kunt een break krijgen, je kunt een ultra rare krijgen. Dat is altijd maar de vraag. En dat maakt het altijd zo spannend. We hebben helaas geen evolutie gekregen. Voor mij, we hadden er 3 kansen op. Maar ja, voor mij, dat is dan jammer voor mij. Ik ben heel erg fan van de Eevees. Mocht je dat nog niet echt doorhebben. Maar ik moet zeggen, Charizard is natuurlijk ook awesome. En ik weet dat Charizard heel erg populair is onder heel veel Pokémon trainers. Dus mocht je nou zo'n doos eigenlijk een keertje willen vinden. Ja, ik weet niet of volgens mij René er nog zat op voorraad zitten. Kijk altijd heel even op de website. Die staat in de beschrijving. En laat eventjes weten, wat was jouw favoriete kaart uit deze unboxing? Uit deze unboxing, wat was jouw favoriete kaart? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt, laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. En dan hoop ik jullie natuurlijk allemaal weer te zien in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Wens jullie nog een hele fijne dag. En tot de volgende keer. Doei! Nou, Flareon, dan moet je me toch eens heel eventjes vertellen. Heb je nou een echt serieus? Ik bedoel, je hebt een Charizard.